Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Data Discovery Channel. Ik ben Hans Geurtsen. Naast mij vandaag Niels Naglee. Hoi Niels. Hoi. En Niels is al een tijdje bezig met iets wat hij Smart Presenter noemt. Niels, wat is Smart Presenter? Een Smart Presenter is een oplossing waarin we eigenlijk het presenteren voorzien van extra data middels IoT-devices. Om eigenlijk te leren van je presentaties die je hiervoor gedaan hebt, om daar telkens weer beter in te worden. Je hebt het dus over presentaties tijdens events. Ja, Okay. Ja, de InfoSport kennisavond die we iedere woensdagavond hebben, waar we altijd voor collega's staan te presenteren. Om daar beter in te worden en dat ook weer mee te nemen naar de volgende presentatie. Okay, klinkt interessant. Ja. Ik presenteer zelf ook nog wel eens, dus wat zou ik eraan hebben? Kun je het eens uitleggen? Wat zou je eraan hebben? Nou, we hebben een opstelling altijd als we Smart Presenter gebruiken. Daar heb ik een paar slides voor, in ieder geval een paar animaties. Dat bestaat eigenlijk uit de presenter die wordt volgehangen met devices. Ja. Deze is misschien een beetje overdone, maar we willen zoveel mogelijk gegevens gaan verzamelen. Mm-hmm. In het geval van Smart Presenter gebruik ik de Microsoft Band op dit moment als onderdeel van de oplossing. Mm-hmm. En daarmee willen we dus hartslag, beweging en dat soort zaken van de presenter gaan opvangen. Zodat we kunnen kijken, heeft dat impact op de groep, op je presentatieskills en dat soort zaken. Zodat je achteraf kan zien van, hey, toen werd die lastige vraag gesteld, poing, je hartslag omhoog. Ja, of, okay. Of je demo gaat niet lekker, ja. Hup, spike omhoog. En ja. Dan krijg je ook dadelijk tips automatisch van, neem even rustig adem. Dit gebeurt heel vaak bij demo's, zien we vaker in de data, ja. Komt wel goed. Ja, en ja. Die tips krijg je dan ook gewoon echt okay. Live. Allemaal. Ja. Naast de presentator doen we ook de omgeving voorzien van verschillende devices. We hebben hier eentje staan, dat is de NetAtmo. Ja. En dat is eigenlijk een weerstation, maar wij gebruiken hem om informatie te winnen over de omgeving. En dan moet je denken aan temperatuur, decibel geluid van de spreker in de ruimte, CO2 gehalte en al die informatie die wordt verzameld tijdens de presentatie. Ook de luidheid van applaus bijvoorbeeld zou je kunnen meten? Of? Ja. Mocht het zo zachtjes zijn dat je als presentator dat niet hoort, dan neemt het NetAtmo dat wel op. Zodat je toch nog inderdaad de credits krijgt die je verdient. Ja. En naast de omgeving doen we ook het publiek die in de ruimte is, nemen we ook mee. Heel vaak tijdens presentaties op events en op beurzen, dan krijg je achteraf nog een papieren evaluatieformulier over wat vonden ze van de presentatie. En wij merkten gewoon dat het heel erg vaak niet werd ingevuld of heel incompleet was. En we wilden de drempel zo laag mogelijk houden om toch feedback van de audience te krijgen over de presentatie. Dus wat hebben we gedaan? We hebben gewoon de webcam, in dit geval van de laptop, gebruikt om eigenlijk de audience te filmen. En die tegen de face recognition en emotie API van Azure aan te gooien, om vervolgens de emotie van het publiek te kunnen vangen. En dus dat kun je zelf zien of iemand geïnteresseerd zit te luisteren, verveeld. Ja. Ja, okay. Ja, boos wordt van opmerkingen, sad is. Dat soort dingen krijg je dan allemaal terug. En de foto's en video's zelf bewaren we niet. Alleen de output van wat we terugkrijgen, van wat voor emotie ervaart het publiek, dat slaan we op. Zodat je geen privacyvraagstukken krijgt. Dat er niet in zit. Ja. En dan weet je dus ook in de presentatie wanneer was een bepaalde emotie aanwezig. Zodat je daar ook van kan leren om volgende keer weer dat soort stukjes in je presentatie wel of niet op te nemen. Nou, leuk. Klinkt interessant. Klinkt goed. Ja, en denk ook erg handig anders als je vaak presentaties krijgt. Ja, zeker. Nog even de devices die we nu gebruiken. Ik noemde net al de Microsoft Band. Ja. De NetAtmo. Ja. En de webcam die we in de ruimte hebben tot onze beschikking. Ja. Dus dat is in een nutshell Smart Presenter. Nou, ik vind het super cool. Kun je wat laten zien? Ja, natuurlijk kunnen we wat laten zien. We hebben niet echt een audience, maar... Nee, we hebben op dit moment geen audience, behalve jullie. Maar jullie hebben misschien je webcam aanstaan, maar dit is niet live helaas. Dus we kunnen jullie emotie op dit moment niet opvangen. Maar wie weet komt dat nog. Is een mooie feature request die we wel hebben ingeschoten bij onszelf. Dus het zijn wel wensen. Laten we beginnen bij het einde. Want dat is denk ik het interessantste voor de presenter. En dat is eigenlijk de eindresultaten die worden in Power BI beschikbaar gesteld. Oké. Ik heb hier de Power BI rapportages. Mm-hmm. We hebben ook een dashboard die automatisch gerefreshed wordt. Maar in de rapportages zien we net even wat meer. Ja. Dus die wil ik even gebruiken om nu aan jullie te laten zien.
Ja, dus dit is achteraf terugkijken, maar dit zou ik live kunnen doen. Dit wordt live, wordt dit gevoed inderdaad. Ja. Ik zal daar ook even een high over architectuurplaat kan nog wel laten zien. Want we hebben een real-time stream die automatisch de data pusht naar Power BI. Dus de real-time de data laat refreshen. Ja. En we hebben een archive store. En daarin verzamelen we alle informatie om achteraf analyses te doen. Of om rapportages uitgebreider te voorzien van informatie. Ja. Ja. Hier een voorbeeld. Hier zien we een testpresentatie van mezelf. Mm-hmm. En wat we hier zien is eigenlijk de metingen van volume, temperatuur en de heart rate van de presenter. Dat zijn de drie basis inputs die we net ook hebben genoemd. Ja. En hier rechtsbovenin is een hele leuke. Dat is de presenter tips. Deze zie je dus ook op je dashboard of op Power BI op je mobiel. Kan je deze terugzien. En dit is een tip. Die komt op basis van een machine learning model die in Azure is opgebouwd. En real-time wordt deze informatie doorgestuurd naar de machine learning webservice. Die zorgt dat jij een tip terugkrijgt als die een tip heeft voor je met bepaalde informatie die binnenkomt. En die zal het automatisch de tip hier ook laten zien. Dus ik zie hier dat volume vrij constant en kennelijk vrij laag is. Dus krijg je als tip, zet je microfoon wat harder. Ja, ja, okay. Dat zijn de eerste tips die er nu uitkomen. We hebben er voor volume eentje, voor temperatuur eentje. We hebben er eentje voor heart rate en motion van de presenter. Ja. Als we merken dat dat onder een bepaald patroon is, dan zal die een advies gaan geven om daar actie op te gaan ondernemen. Ja, leuk. Acties die je ook kan doen tijdens de presentatie. Want we kunnen hele uitgebreide tips geven van, ja, sorry, maar je PowerPoint bevat veel te veel tekst. Dat ga je niet meer live aanpassen. Dus in deze dashboard en rapportage is juist ook gefocust om die informatie die je kan beïnvloeden tijdens het presenteren te tonen. Ja, leuk. Ja. En dan hebben we per onderdeel hebben we eigenlijk nog de detailinformatie. Ik zal nog even een paar andere presentaties tonen. Dit was, even kijken. Dit was een presentatie in Londen die we hebben gegeven op een conferentie. En daar zie je dat de heart rate toch wel wat hoger en wisselender was met de voorbereidingen van de demo's. Dus dat is heel erg leuk om terug te zien. Je weet het zelf, maar als je het op het scherm hebt en je hebt de data, dan kan je vervolgens later ook weer naar terugkijken, ervan leren en eigenlijk dus volgende keer proberen daar wat aan te gaan doen. Je alarmeert trouwens op het moment dat er een bepaald patroon erkend wordt. Ja. Kijk je daarbij ook naar de rusthartslag van iemand? Want voor jou kan 120 hoog zijn, maar voor mij is het misschien, ik ben wat ouder. is het minder hoog of juist andersom? Dat weet ik niet meer. Nee, op dit moment wordt dat nog niet meegenomen. Okay. En dat is ook wel de bedoeling dat we steeds meer de machine learning model gaan uitbreiden met nieuwe inzichten. Nu is het ook op basis van expert experience is het machine learning model gevoed. Met data die we hebben gecreëerd en gevoed. En de bedoeling is dat het natuurlijk dadelijk vanuit de data gevoed gaat worden en telkens verrijkt en verbeterd gaat worden. Leuk. Ja. Nou, dus dit is wat de presentator ziet? Dit is wat de presentator ziet, inderdaad. En die kan dus hier zijn analyses doen achteraf. En we hebben dan dus ook een real-time variant. En dan zie je alle metingen die je voorbij kan zien komen. Kan je hier helemaal gaan bekijken. Emotie die voorbij komt van het publiek. Hoe goed werkt dat, herkennen van emotie van een grote groep mensen? Ja, van een grote groep is het nog moeilijk. Vandaar dat we ook hebben gekozen om een primaire emotie die het meest naar voren komt, om die eigenlijk te gebruiken in het machine learning model en in de stappen daarna om de analyse te gaan doen. We slaan wel alle informatie op, maar we gebruiken één primaire emotie in een tumbling window van de stream die we binnenkrijgen om daarmee te gaan werken. Want het gezichten herkennen en emotie herkennen van heel veel mensen in een ruimte, dat is nog best wel zwaar inderdaad. Ja. Ondanks dat we een vrij eenvoudige service gebruiken vanuit Microsoft, waarin je in drie regels code eigenlijk de face en de emotie terug kan krijgen van een simpele foto. Ja. Maar ja, ga je daar met grote mensen, een grote hoeveelheid mensen mee werken, dan is dat nog complex. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Oké. Okay. Ja. Nou, wat zit erachter? Want dit is het eindproduct. Ja. Hier een high overview van de oplossing. En aan de linkerkant zien we dus allemaal bronnen. Nou, dat zijn dus de devices waar we het net al over hebben gehad. Daarnaast ook nog een SQL Azure database waarin we de algemene informatie opslaan. Wie is de presenter? Wat is eventueel zijn leeftijd als je dat wil invoeren? Metadata. Dus. Metadata om eigenlijk ook later te kunnen voeden. Ja. En we hebben een .NET applicatie die eigenlijk het startpunt is van het genereren van de data van de band en het registreren daarvan. Vervolgens, als dat allemaal ready to go is, dan wordt er de informatie van de sensoren wordt
gepusht naar de IoT-hub. Ja. Waarbij de camera eerst nog even tegen de cognitieve services van Azure wordt aangegooid. Ja. En daarmee krijgen we dus eigenlijk een set van de 8 emoties die herkend kunnen worden. Zodat je echt alleen maar data naar je IoT-hub stuurt. Ja, dus de IoT-hub bevat geen images, foto's en dat soort dat zaken. Kan ook niet. Ja. Ja. En die IoT-hub die pusht eigenlijk direct door naar de Stream Analytics. Ja. En, in Azure Stream Analytics maken we eigenlijk een splitsing. Dan zien we hem hier naar beneden gaan. Dan hebben we meer over de archivering ervan. Ja. En de real-time die gaat direct naar de Power BI toe. En die worden dus ook live gevoed met de informatie. Maar dat is alleen de basisinformatie die we daar teruggeven. Ja. En alle details die worden opgeslagen in een document database, waarin we later weer extra analyse op los kunnen laten. Ja, zodat je ook achteraf terug kan kijken, want dat was wat je net liet zien, neem ik aan. Dat was inderdaad terugkijken naar de eerdere datasets en daarom ook de filtering over meerdere presentaties heen. En die document database is dus de bedoeling dat die ook de machine learning model gaat voeden. Mm-hmm. En vervolgens automatisch ook een nieuwe machine learning webservice genereert op basis van zijn nieuwe model. En die wordt dan weer in de Stream Analytics gebruikt, die je dan ook weer in je real-time kan gebruiken. Oké. Ja. Dus dit is wat onder de motorkap zit. Nou, super cool. Je laat steeds al doorschemeren. Het is de bedoeling dat we hebben nog een feature request aan onszelf gestuurd. Ja. Wat zijn je plannen verder met de Smart Presenter? Mijn plannen zijn is dat we dus meerdere devices gaan ondersteunen. Dus ik heb bijvoorbeeld deze de Samsung of andere watches ook aan zouden kunnen. Fitbit en alle andere apparaten. Mm-hmm. De Netatmo eventueel vervangen kan worden voor andere, dat je ze kan inwisselen. Dat je een soort van plug-and-play krijgt van ik heb deze devices voor mijn presentatie. Mm-hmm. Vink. Start de presentatie en de data wordt gewoon gepusht en vervolgens kan je het weer analyseren. Ja. We willen ook kijken naar meer achteraf analyses. Dus daar meer uit laten komen. En dat je echt kan analyseren van, goh, wat gebeurde er 10 minuten in mijn presentatie met alle gegevens. Mm-hmm. En daar ook adviezen bij kunnen gaan geven. Maar ook feature requests om bijvoorbeeld in PowerPoint een add-in te maken. Dat je per slide, per animatie kan zien wanneer heeft het plaatsgevonden. Wat stond er op de slide. Zodat je kan kijken van, goh, 10 minuten in mijn presentatie zag ik dat de emotie dit was. Wat had ik eigenlijk op mijn slide staan? Of waar was ik toen in die 10 minuten? Dat je dus echt volledig die analyses achteraf kan gaan doen. Ja, cool. Ja. Wat gaan mensen daarvan zien? Dit is voorlopig een intern project. Voorlopig is het een intern project. Wil je het nog gaan delen? Ik wil dit inderdaad op den duur wel gaan delen. Ik wil het eerst nog verder ontwikkelen dan de MVP die we nu hebben. Ja. En dan waarschijnlijk gewoon het liefst zelfs als producten aan gaan bieden, als service, dat mensen het ook kunnen gaan gebruiken om hun presentaties te verbeteren. Nou, als dat zover is, nodig ik je weer opnieuw uit. Ja, dankjewel. Hey, dankjewel. Leuk, interessant. Als je nog wat wil weten, zet even een vraag onder het filmpje, dan zorgen we dat die beantwoord wordt. Ik hoop dat je het interessant vond. Like de video als je dat inderdaad vond. Abonneer je even op ons kanaal, zodat je alle nieuwe afleveringen hebt. Dit was hem voor vandaag. Tot de volgende aflevering van de Data Discovery Channel.